Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Volgens mij, ja, de heer Jettes vatte het samen. Die zei, ik heb gehoord dat de investeringen in de groene economie, digitalisering, bovenaan het prioriteitenlijstje staan. Ja, dat is eigenlijk niet mijn conclusie. Als ik het goed heb geluisterd, staat er bovenaan op het lijstje van de prioriteiten, de rebate en economische hervormingen. En dan krijg ik toch echt het gevoel dat dit kabinet echt de lessen van de vorige crisis niet geleerd heeft. Want wat bedoelen we dan met die economische hervormingen? Dan zou het gaan over arbeidsmarkt, pensioenen, belastingen. Dit klinkt een beetje als de klassieke VVD-agenda. De arbeidsmarkt moet hervormd worden. Volgens mij waar het over moet gaan, is de werkloosheid. Die gigantisch aan het groeien is binnen Europa. En juist bijvoorbeeld de flexwerkers, de zelfstandigen, die worden het hardst geraakt door die werkloosheid. Is dat dan precies die arbeidsmarkthervormingen die dit kabinet nu ook op Zuid-Europa wil afleggen? Dit is een hele duidelijke neoliberale hervormingsagenda. En deze Kamer lijkt altijd het debat alleen maar te voeren over voor of tegen Europa, terwijl het hier moet gaan over wat voor een economie willen we. En dit lijkt een VVD-agenda op een hervorming van de arbeidsmarkt, hogere werkloosheid, terwijl we maar juist moeten leren van de crisis, we moeten investeren. We hebben een investeringsagenda nodig om werkloosheid tegen te gaan, banen te creëren. En dan is er wel degelijk een investering nodig in digitalisering, groene economie. Dat zijn de banen die nodig zijn. Ik dacht dat... Dat wou ik toch even kwijt. Nou, aardige gast. Jullie begonnen en ik had u niet gehoord. Nee. Jullie begonnen allemaal heel aardig en zo, maar het loopt een beetje uit de hand. De heer Omtzigt. Ja, voorzitter. Als wij in het Europees Parlement zouden gaan staan en zouden vertellen, het moet hier gaan over, dan hebben we een heel interessant verhaal. Ja. En ik meen echt in de verantwoordelijkheden en laten we nou dat in de Europese Unie volstrekt scheef zitten wat en waarom. Maar als dat dus de reflectie is van jullie moeten dit doen, jullie moeten dat doen, wat we hier dus nu al voor de tweede keer horen vanuit het Europees Parlement, hier moet het daarover gaan, dan zou ik toch enige reflectie willen hebben over de rol van het Europees Parlement in het hele proces. En waar het daarover zou moeten gaan, want dat lijkt me interessanter. Het alternatief is gewoon op de Kamerlijst te komen staan voor 21 maart volgend jaar. Ja, dit was een punt van orde, denk ik. Ik wil graag antwoorden. Heel kort. Meneer Omtzigt, ik nodig u heel graag uit om echt kritisch te gaan kijken naar het Europese parlement. En er zijn wel allerlei zaken die verbeterd kunnen worden. Maar wat ik hier heel duidelijk wil maken, is dat de agenda waar we het over hebben in Europa een politieke agenda is van wat voor een economie willen we. En dan is het gewoon heel duidelijk dat ik daar als GroenLinkser ook een hele duidelijke visie heb op wat de economie zou moeten zijn en waar ik hoop dat Nederland, als mijn land ook, zijn prioriteit op kiest. Dit verhaal hou ik ook in het Europees Parlement. Ik sta hier als GroenLinkser en mijn verhaal in het Europees Parlement is net zo fel daar als hier. De heer Omtzigt. Voorzitter, als het ene niet was, was het kritiek op felheid. Want dat zou hier mij toch niet in dank afgenomen worden, geloof ik, als ik dat hier zou gaan doen. Maar het was op iets anders. En ook niet op het verhaal. Het hoeft niet helemaal het mijne verhaal te zijn, daar gaat het niet om. Het kritiekpunt ging over iets heel fundamenteels. Over de rollen die Europarlementariërs hebben in deze Kamer. Die hier nu komen vertellen wat wij hier zouden moeten discussiëren en waar we het hierover zouden moeten hebben. En daar ging het net even iets overheen. Die andere meningen, helemaal prima. En daar enige reflectie op. Ik denk dat de heer Omtzigt meer de verhoudingen een beetje probeert aan te geven. Dat jullie onze gasten zijn en natuurlijk ook jullie bijdrage hier kunnen leveren. Maar op het moment dat het te inhoudelijk enzovoort, dan kom je in een andere situatie terecht. En ik zie de heer Bisschop al staan. Die ook waarschijnlijk staatsrechtelijk daar iets over wil zeggen. Maar ik denk dat die opmerking daarop slaat. Niet zozeer op de inhoud, maar meer hoe wij hier als Kamerleden zijn gekozen en hoe jullie zijn gekozen en hoe die verhoudingen tot elkaar zijn. Vind ik prima, maar dan moeten we het ook goed gaan hebben over wat we willen met de staat van de Unie. Want als we hier als Europarlementariër niet eens onze inhoudelijke passie en daarmee... Nee, dat zegt u niet, maar het is natuurlijk... Aan wie adresseer ik het? Aan wie adresseer ik dit verhaal? Ik doe dat genoeg al naar mijn kiezers in het Europees Parlement. Maar op dit moment, bij deze staat van de Unie, adresseer ik het naar de Nederlandse regering. Daar worden wij toch ook voor uitgenodigd. Anders moeten we dat model... Dan moeten we dat model gaan evalueren, wat mij betreft. Ja, misschien is dat een goed idee. De heer Bisschop.
Voorzitter, een kleine opmerking. Ik was het niet meer van plan, maar nu opnieuw gerechtvaardigd wordt dat de heer Eickhout op deze wijze de Tweede Kamer de les leest, zou ik zeggen, prima om dat verhaal gloedvol te vertellen. Ik hoop dat hij dat nog lang mag doen. Alleen, doe dat vanuit eigen kracht en niet vanuit het opgeheven vingertje van hier zou het over moeten gaan in deze ruimte. Ik zou dat toch als boodschap mee willen geven. Dat komt buitengewoon onprettig over. Dan heb je niet een gelijkwaardig gesprek. Maar dan heb je het gevoel van de schoolmeester komt even langs. Ja, sorry, ik heb mezelf als een schoolmeester gepresenteerd, maar misschien dat ik het daarom ook herken. En die vertelt eventjes hoe het hier moet gebeuren. Nee, wij doen dat vanuit onze verantwoordelijkheid. En ik zou de gasten willen uitnodigen om vanuit hun EP-verantwoordelijkheid ook hun bijdrage te leveren. Volgens daarom mij is hier genoeg over gezegd. Maar dan wil ik even mijn excuses aanbieden. Nee, dat hoeft ook niet. Nee, maar dat wil ik wel. Als het is geïnterpreteerd als dat ik hier kon vertellen, dit moet de Kamer doen, dat zei ik niet. Of dat bedoelde ik in ieder geval niet. Okay. Wat ik vond, is dat ik vind dat de prioriteiten die dit kabinet kiest, hele onverstandige prioriteiten zijn. En daar had ik kritiek op. Goed. En ik hoop dat ik dat in deze setting toch mag doen. Nou, wil de premier iets terug zeggen? Nee, dat doen we niet. Dank u wel. Dank u wel, meneer Eickhout.